handig, zo'n schuur bij de buurman. Vandaag ga ik het raam plaatsen. Vet veel zin in. Ik heb de rand helemaal geveld. En nu ga ik even een goedje opbrengen. Wat zorgt dat dus die rand niet zo gaat roesten. Het is niet zo mooi. Het is bijna het uur van de waarheid. Ik ga hem erin plakken. Frame. Alleen ik heb nog nooit met een kit spuit gewerkt. En nu weet ik. Ik weet niet hoe die los moet. Hoe ik dus de fles hierin krijg. Dus. YouTube. Ik heb hem hoor. En ook meteen al geknoeid. Maar we gaan deze even helemaal vol smeren. Nadenken. Blijft het even hangen? Blijft het wel op? Even kijken. Zo. Blijft. Het is nu een paar uur later en de kit is droog. Dus ik zou theoretisch gezien eigenlijk zo het dakraam kunnen plaatsen. Echt heel cool. Ik had niet gedacht dat ik zoiets kon. Nu is er nog één ding waar ik rekening mee moet houden. En dat is dat er profiel in het dak van mijn bus zit. Dus het loopt zo en dan een klein beetje naar beneden en dan loopt het weer naar boven. En zo'n dakraam is natuurlijk recht. Dus dan krijg je ruimte eronder. En dat wil je niet, want als het gaat regenen dan loopt daar water in. Dus we moeten nog een latje maken die precies die dikte is en lengte en zo. Die dan precies ertussen past, tussen die holle ruimtes. En vervolgens moet ik dat dan helemaal dichtkitten. Dus ik ga nog even zo'n latje zoeken. En dan, dan heb ik een dakraam, denk ik. Zit ik dus na een helse klimpartij op het dak van mijn bus. Kijk maar. Kijk, op het dak van mijn bus. Ben ik erachter dat ik dus een van die plankjes ben vergeten. Dus ik mag weer naar beneden. Maar, kijk deze schaduw. Vet hè? Kijk, misschien kan ik een monster maken. Wow. Oh, wacht eens even. Gisteren liep ik ietsje te hard van stapel met dat dakraam. Ik had al een rand gekit en toen dacht ik, oh, chips. Ik ben vergeten de onderkant van de buitenrand te kitten. En omdat ik wil dat die niet gaat lekken, heb ik vandaag besloten om het ene randje wat ik al gekit heb los te halen. En mijn VV los te halen en even wat beter voor te bereiden. Want ja, je kan het maar één keer goed doen of fout. Ja, loshalen maar weer. Ik moet zo meteen ook eventjes het dak weer uitdeuken. Al dat gewandel van mij. Ik heb beneden weer het dak geschroefd. En nu ben ik heel netjes, of relatief netjes, de kitrand aan het doen. En dan ben ik klaar. Dan heb ik dus een werkend dakraam. Volgens mij is het gelukt.
allemaal. Ik heb een dakraam. Ik ben vet blij. En ik heb nog wel zin en tijd. Dus ik ga even de roestplekken in de bodemplaat nog een keer in de overtrol zetten. Die zijn al een keer behandeld, maar ik wil ze 2 laags doen. En dan kan ik ze morgen aflakken. Zodat ze hopelijk niet doorzetten. Dat het roest niet doorzet. En dan is de volgende klus mijn zijraam.